Anthony Limbombe, je tweede thuiswedstrijd voor NEC en meteen man of the match. Hoe voelt dat? Ja, ik denk dat dat een goed gevoel geeft. Ik denk dat we vandaag een zeer goede wedstrijd hebben gespeeld, vooral de eerste helft. En de tweede helft hebben we denk kunnen doortrekken, dus dat is verdienste van het team. En dat doet deugd, ja. Ben je ook tevreden over je eigen spel vandaag? Ja, ik denk wel dat ik tevreden mag zijn. Ik heb een paar mooie acties gemaakt. Ik heb ook een mooie goal gemaakt, één geluksgoal. En dat geeft me vertrouwen, ja. Je eerste doelpunt in het shirt van de NEC. Ik denk dat de rechtsback van FCM nog wel een keer zwetend wakker wordt vannacht van al je acties. Ja, ik denk dat ik vandaag een goede dag had. En voilà, dat doet plezier, ja. In de tweede helft komen jullie met 10 man te staan. Was het lastig om daarna toch nog aanvallend te blijven voetballen met een man minder? Ja, het was best wel, moeilijk. Maar ik denk dat we die taken goed hebben uitgevoerd, de trainer zei. En u ziet, we hebben de tweede helft nog 2 kunnen bijprikken. En voilà, een mooie overwinning. Was dat wel het doel, ondanks met een man minder, gewoon de aanval blijven zoeken? Nee, niet echt, want we moesten als flankspeers naar binnen trekken. En ja, dat is wel moeilijk voor ons, maar we hebben nog goed ons best gedaan. Nou, je wordt dus een man of the match vandaag. Je supporters, de supporters hier zijn blij met je. Wat doet dat met je? Ja, ik denk dat het mij een goed gevoel geeft. Ik wil ze nu alleen nog meer geven. En hopelijk winnen we de komende wedstrijden ook nog. Heel veel succes daarbij. Dank u wel.